Bijbel. Nodig de Bijbel volgens jullie uit om de wereld om ons heen te onderzoeken. Heel veel mensen zeggen nee, als je in de Bijbel gelooft, dan is het eigenlijk zo, dan moet je ophouden met onderzoek doen, want de Bijbel nodigt je daartoe niet uit, zeggen ze. Nou geloof ik dat de Bijbel juist het boek is dat ons uitnodigt om de wereld om ons heen te verkennen. Alleen al als je naar het allereerste boek kijkt, Genesis, zie je dat Adam opgedragen wordt om voor de natuur en de dieren om zich heen te zorgen. En als je ergens voor gaat zorgen, dan ga je ook je best doen om te ontdekken hoe het werkt. Dus er is wel degelijk een uitnodiging in de Bijbel om de wereld om ons heen te kennen. En zoals hier in Romeinen, Paulus die schrijft dat, want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. De Bijbel zegt dat als wij naar de natuur om ons heen kijken, dat we daardoor dus ook als we dus hele kleine dingen gaan bekijken, hè, bijvoorbeeld we gaan op biochemisch niveau gaan we alles bekijken, dan zegt de Bijbel eigenlijk dat we ook op dat niveau en ook in de planten en in de dieren om ons heen kunnen zien dat God bestaat. Dat is ook een uitnodiging om de Bijbel, om de wereld om ons heen te onderzoeken. Nou was ik de vorige keer, had ik tegen jullie gezegd van de mensen die de evolutieleer aanhangen, die hebben een probleem. Want de ontstaanshypothese moet zijn voorzien van een paar belangrijke punten. Die moeten er zijn om iets te laten beginnen. Bijvoorbeeld, er moet tijd zijn. Dat klinkt misschien heel vreemd voor ons die in tijd leven. Maar als je ervan uitgaat dat er in het begin helemaal niets was, dan was er dus ook geen tijd. Dus die tijd moet ergens vandaan komen. Want wanneer moet het anders gebeurd zijn, het ontstaan? Er moet ook energie zijn. Nou, de oerknaltheorie die zegt eigenlijk dat er iets plofte. Maar waar kwam die energie dan vandaan? Want er was toch eerst niks. Er moet ook ruimte zijn. Er moet iets zijn waarin het kan gebeuren. Nou, dat was er eigenlijk officieel ook niet. En toch was het er in ene. En er moet iets zijn waarmee het gebeurt. En jullie raden het al. Als het niets is, dan is er ook niets om het mee te laten gebeuren, toch? Logisch, hè? Nou, de Bijbel die geeft wel een oplossing. Want de Bijbel zegt in Genesis, in het begin. Hé, er was dus tijd. In het begin. God schiep het begin dus. In het begin. Energie. Wie deed het? God. Ruimte. Wat maakte die? De hemel. En hij maakte de aarde. Eigenlijk zegt de Bijbel in één zinnetje, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat was alles al. Bestond God dus al voor die tijd? Ja. Was er voor die tijd een tijd? Nee. Om dus een computer te maken, moet je dus zelf buiten de computer staan. Snappen jullie dat? Degene die deze beamer heeft gemaakt, als dat met de hand is gebeurd, dat is niet, die is zelf geen deel van die beamer. Die staat er buiten. Ja, logisch, hè? Degene die de tijd, de ruimte en de aarde en alles heeft gemaakt, die moeten dus zelf buiten staan om het gemaakt te hebben. Hij is er zelf dus geen deel van. Dus God is niet onderhevig aan tijd of wat dan ook. God staat daar buiten. En daarom kunnen wij ook zeggen dat God er altijd al is geweest. Nou, een ander probleem die ik opgenoemd had, was dat als je dus ervan uitgaat dat er niets is die ook die energie kan sturen. Hè? Dus ik kan al die onderdelen van die beamer hier hebben, maar als ik er naar blijf kijken, gebeurt er niets. Ik moet gericht bezig gaan om die beamer in elkaar te zetten. En als je nou kijkt, nou, er zijn een paar hele belangrijke wetten, zoals de eerste wet van thermodynamica, die zegt eigenlijk dat energie kan niet uit het niets ontstaan. Er moet dus iets zijn die energie produceert. Want energie kan niet zomaar plotseling daar zijn. De tweede wet zegt dat zelforganisatie, en als je nou even in de ruimte om je heen kijkt,
dan zie je dus echt wel een hierdoor zie je ook het een en ander georganiseerd. Maar ook als je op de planeet kijkt, er is organisatie. Dingen groeien, water vloeit, het is organisatie. Dat kan niet zomaar uit een chaotisch systeem voortkomen. Iets als ik die beamer nu helemaal uit elkaar haal, en ik pak al die onderdelen en gooi het in de lucht, kan ik dat heel vaak doen, maar het zal nooit meer uit zichzelf in elkaar gaan. Alleen staat er in die wet, als er energie wordt toegevoegd die gestuurd is. Wat bedoel ik daarmee? Als ik die onderdeeltjes uit elkaar haal, dan komen ze alleen bij elkaar als ik het weer in elkaar zet. Ja, wat wij vragen. Maar als er helemaal niks was, hoe kan God daar ooit in dat niets komen dan? God stond buiten, God staat buiten alles dus. Snap je dat? Nee. Als ik dus die beamer moet maken, ja, zit ik dan vast in die beamer? Nee, ik sta er buiten. Net zo goed als dat de Heere God heeft dus de ruimte gemaakt. Betekent dat dus dat als hij het gemaakt heeft, dat hij vast zit aan die ruimte? Blijkbaar niet. Er is dus een andere, en dan wordt het ingewikkeld, er is dus nog een andere dimensie. En hoe kan dat, hè? Er is nog een andere. Ja, dat is een hele goede vraag. Die wordt heel vaak gezegd. Oh, en hoe is God dan begonnen? Ah, dat is een hele goede vraag. Maar, als je er heel goed over nadenkt, klopt die niet. Nou. Want dat gaat alleen op voor de dingen die een begin hebben. Maar dingen die geen begin hebben, die er altijd al zijn geweest, die hebben geen begin. En iets wat geen begin heeft, hoeft ook niet te ontstaan, want het heeft geen begin. Het is er dus altijd al geweest en dat kunnen wij dus niet snappen, hè? En dat heeft met dimensies te maken. Nou, dat is een beetje ingewikkeld. Ja? Ik hoop dat we op een dag ooit naar een andere dimensie kunnen. Ik geloof, als ik sterf, want ik geloof in de Heer Jezus, dan zou ik die andere dimensie gaan tegenkomen. Want dan ben ik hier niet meer op aarde. Dan leef ik niet op de maan of waar dan ook. Maar dan ga ik naar God toe. Ik hoop voor jou ook. En dan zou je ontdekken wat die andere dimensie is. Nou, ga ik eventjes twee door. Even kijken of hij het doet. Ja, hier heb je hem. Hij duurde wat lang. Wat ook heel mooi is om te zien in ons zonnestelsel, is dat alles precies goed is. Als wij de planeet Aarde hebben, die staat precies ver genoeg van de zon af. Te ver weg van de zon en het wordt hier hartstikke koud. En te dichtbij, dan wordt het heel erg heet. En dan is er niet zo heel veel leven mogelijk. De maan, die zorgt er bijvoorbeeld voor dat wij eb en vloed hebben. Wat heel goed is voor het zeeleven. Alles is precies goed. En nou willen de mensen die niet in God geloven, die willen ons dus vertellen dat dat zomaar per ongeluk allemaal ontstaan is. Dat het precies zo goed is, dat het allemaal toevallig was, nog meer toevalligheden. En dat daardoor dus leven op de aarde mogelijk was. Nou ja. Nou gaan we kijken bijvoorbeeld naar het leven op de aarde. Weten we nog dat ik verteld heb de vorige keer over diersoorten? Weten we nog dat ik de Bijbels er toen bij pakte? En toen zei van in de ene vertaling staat aard, in de andere staat soort. Niklas, ja? Een beetje opbouwen met een vliegende als een meisje. Maar luister. Ik heb hier de wat oudere vertaling genomen. En hier staat dat de Heere God dus de dieren voortbracht naar hun aard. Nou is dat een beetje ingewikkeld bedacht. Maar stel je nou, ik had de vorige keer had ik een voorbeeld genomen van paarden. Dan had ik een paard, een zebra, ik meen een ezel had ik ertussen gezet en een koe. En jullie wisten feilloos aan te wijzen dat die koe niet in het rijtje thuis hoorde. En blijkbaar is die koe dus van een ander soort dier. En die paard, die zebra en die ezel horen dan wel bij elkaar. Dat zijn paardachtigen. En dat klopt ook wel, want die konden met elkaar kruisen. En dan kreeg je zo'n mooie mengeling. Zo'n paardzebra, hoe je dat mag noemen. En een muilezel zat erbij inderdaad. Maar die koe, dat lukt niet met dat paard. Nou, hier heb ik nog een voorbeeld. Bijvoorbeeld koeien. Als we om ons heen kijken, als we door Nederland heen gaan, dan hebben we de melkkoeien, we hebben de vleeskoeien, we hebben allerlei soorten koeien.
En het leuke is dat ze op een gegeven moment heel erg nieuwsgierig waren. Van ja, hoe zijn die nou uiteindelijk, die zijn gefokt, die koeien. Allemaal voor hun eigen doel, de een voor melk, de een voor vlees. En hoe hebben ze dat nou voor elkaar gekregen om te ontdekken wat nou uiteindelijk de oerkoe was, zeg maar. Nou, ze hebben die koeien, die rassen, die hebben ze met elkaar laten paren. En wat gebeurde er? Ze kregen een koe terug uiteindelijk, en die zie je hier. En dat noemden ze het hekrund. En het grappige was, die gaf niet zo ontzettend veel melk. Hij gaf ook niet zo ontzettend veel vlees. Maar hij overleeft bijna overal. Hij is berensterk. En vroeger hebben ze een tekening gevonden van een oeros, waarvan ze, kijk daar, waarvan ze dus denken dat heel vroeger in Nederland de koeien er ongeveer zo uit hebben gezien. Maar ja, wij mensen willen dat natuurlijk naar de hand zetten. Dus we hebben vleeskoeien hebben we gefokt. We hebben, daarboven hebben we melkkoeien gefokt. En die zijn op zich wel, voor het doel waar ze voor gefokt zijn, zijn ze wel goed. Maar als je die melkkoe nou ergens op de Schotse hooglanden neerzet, dan houdt hij het niet lang vol. Terwijl die hekrund daar het juist heel goed doet. Dus wat willen ze nou maar zeggen, als ze dus al die soorten weer met elkaar kruisen, dan krijg je in één keer een sterker soort eruit. En dat is wel heel interessant, want de evolutieleer zegt nu juist dat hoe verder je teruggaat, hoe minder ontwikkeld het soort was. Maar in de fokkerijen zie je juist het omgekeerde. Dat is met honden ook zo. Wij hebben een rottweiler gehad. Beestje mankeerde geregeld van alles. Rashonden zijn veel eerder ziek, gaan sneller dood. Bij mijn ouders vroeger hadden we zo'n vuilnisbakkerrasje. Dat was een mengelingetje van allerlei soorten honden. Nou, het beestje was niet dood te maken. Dat bleef maar leven. Uiteindelijk is hij dood gegaan aan kanker, maar ik denk dat hij een jaar of 18 was. Dat is ongelooflijk. Ze worden al sterker. Nou, dan hebben we het over dus soorten gehad. Dieren naar hun aard. Kijk, toen had ik het over de chihuahua. Nou mogen jullie lachen. Want die twee zijn nog steeds met elkaar te kruisen. Het gaat alleen niet goed komen in de, als stel nou dat die dus een jonkie verwacht van die grotert. Dan gaat het niet helemaal goed komen in de buik. Maar het eicelletje en de zaadcellen gaan nog steeds samen. Omdat ze nog allebei hond zijn. Het zijn verschillende rassen, maar het zijn nog allebei honden. Je zal nooit zien dat een hond kan kruisen met een kat. Want een katachtig is totaal iets anders dan een hondachtig. En hoeveel soorten honden we ook hebben, je ziet er hier een heel stel, maar we hadden er veel meer nog. Het zijn altijd honden. En wat we ook proberen, we krijgen er nooit een ander soort dier uit. Ja, wat wou je zeggen? Nou, sowieso, ik denk dat als het kleintje honden op zit, denk je sowieso dat je er niks van terugvindt. Nou, bij honden werkt het meestal niet dat ze eronder op liggen. Nee, ze blijven meestal staan, maar dan gaat hij wel door zijn heupen. Ja, en dan breekt hij als een been. Ja. Ja. Maar wat dacht je van andersom dan? Nee, heeft hij een ladder nodig? Ja. Nou goed, je ziet het ook, dat hebben ze ook ontdekt bij de dinosauriërs. Hey, zeggen ze, als ik naar de dinosauriërs kijk, dan zeiden ze in het begin dat ze dus heel wat verschillende soorten dinosauriërs hadden. En ze zeiden, die zijn allemaal anders. Uiteindelijk bleek het dus één familie te zijn, maar met allerlei verschillende uiterlijkheden. Hier zie je het ook. Deze is een stukje kleiner dan die. Maar uiteindelijk bleek het dus toch allemaal uit één familie te bestaan. En dit noemen we, als je in de schepping gelooft, noemen we dat variatie binnen een soort. Nou is dat niet helemaal correct om dat zo te zeggen. Ik zou eigenlijk eerder moeten zeggen variatie binnen een aard. Dus binnen een hondachtige, daar kan je variëren. Binnen dinosauriusachtige kun je variëren. Binnen katachtige kun je variëren. Nou, deze meneer, die heeft dat ontdekt. Meneer Borger. Die is biochemicus en die heeft er onderzoek naar gedaan. En deze meneer die kwam tot de ontdekking toen hij de cel ging onderzoeken, ging hij DNA onderzoeken en toen kwam hij erachter dat er is heel veel DNA, weet je nog wat DNA is? Dat is informatie in jouw lichaam, die vertelt hoe jouw lichaam opgebouwd moest worden. En er was heel veel informatie en heel veel onderzoekers die zeiden, er is te veel.
En dat noemden ze junk DNA. Eigenlijk in Nederlands rommel DNA. En ze dachten dat dat een overschot was. Dat eigenlijk afval DNA was. Nou, deze meneer die is dat gaan onderzoeken. En die kwam tot de ontdekking dat dieren en planten hebben een heel goede eigenschap, een hele mooie eigenschap. En dat is dat ze heel veel kunnen variëren. En om te kunnen variëren, kan dus een DNA, een stukje informatie, aan- of uitgeschakeld worden, heeft hij ontdekt. Dus stel je voor, je bent een vosje en je komt op een gegeven moment voor de situatie te staan dat je in een heel koud klimaat moet gaan wonen. Dan heb je dus kans dat jouw jonkies een veel dikkere vacht gaan krijgen. En dat kan al heel snel gebeuren. Dat kan al met 1 of 2 generaties misschien nog wel sneller gebeuren. Omdat die DNA daarop is ingesteld. En hij noemt het de baronoom hypothese. Een baronoom is dus eigenlijk een stukje informatie dat ervoor kan zorgen dat zodra de situatie, het leefsituatie anders wordt, dat er iets wordt aangeschakeld of uitgeschakeld, waardoor dieren heel snel kunnen gaan variëren. Zo krijg je dus heel snel, bijvoorbeeld bij die vinken waar ik het de vorige keer over had van Darwin, dat je op het ene eiland vinkjes krijgt met een dikke snavel en op het andere vinkjes krijgt met een lange snavel. En dat kon al heel snel, met een paar jaar kon dat al voor elkaar zijn, dat je dus hele verschillende vogels kreeg, uiteindelijk wel vinkjes. Hoe meer een soort gaat variëren, hoe meer informatie hij uiteindelijk verliest. En dat kunnen we zien bijvoorbeeld bij de cheetah, jachtluipaard. Die zijn zo gespecialiseerd in wat ze doen. Ze kunnen 110 km per uur rennen. Maar ze zijn zo ontzettend gespecialiseerd dat ze eigenlijk heel veel informatie inmiddels verloren zijn. Waardoor mensen nu bang zijn dat ze gaan uitsterven. Omdat ze zoveel nog op elkaar lijken dat ze zijn helemaal niet meer sterk. Ze kunnen alleen nog maar heel snel rennen en hun prooi vangen. En dat is het. Als er iets verandert in de omgeving, dan hebben zij niet meer de mogelijkheid om nog verder aan te passen. Nou, als je nou teruggaat naar de schepping, dan kun je je voorstellen dat als de Heere God oersoorten heeft gemaakt, dat hij die informatie zo rijk heeft gemaakt, dat binnen een paar jaar tijd een enorme variatie optreedt. Bijvoorbeeld, je maakt een soort vis en die laat je zwemmen en die laat je met elkaar paren. En dan heb je in een paar jaar tijd heb je een enorme hoeveelheid aan soorten vissen. De een nog mooier dan de andere. Maar als je terug gaat denken, dan kom je allemaal uiteindelijk bij diezelfde soort vis uit. Een variatiemogelijkheid, en deze meneer die heeft het ontdekt, hij heeft daar ook een boek over geschreven. Dat ligt enorm onder vuur, want dit zou dus betekenen dat hoe verder je teruggaat in tijd, hoe sterker de organismen worden. En uiteindelijk kom je dus bij een geschapen soort die supersterk was en superveel mogelijkheid had om te variëren. En ik denk dat als de Heere God iets maakt, bijvoorbeeld een hondachtige, en hij zegt, wees talrijk en vervul de aarde, dan zorgt hij er dus blijkbaar voor dat die beesten kunnen variëren. Dan krijg je de vos, je krijgt de coyote, je krijgt de wolf en uiteindelijk de rottweiler. Nou, gaan we deze even verder. De complexe systemen heb ik het de vorige keer ook over gehad. Weten we dat? Ik vraag iedere keer, weten we dat nog? Maar, onze cel van ons lichaam is enorm ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat we bijna nog niet eens weten hoe het allemaal precies werkt. En ik heb die biemen net als voorbeeld genomen. Als ik nou zeg, die biemen die is intelligent in elkaar gezet. Misschien als je dan daarvoor leert denken, ach, het stelt allemaal niks voor. Maar als ik er naar kijk, denk ik, nou, dat is toch een ingenieus apparaat. Een prachtig apparaat. Als jij dan in ene tegen me zegt, ja, maar dat is toch zomaar even per ongeluk in elkaar gezet. Zonder dat er enige intelligentie aan te pas kwam. Zonder dat er een ontwerper was, zonder dat er een bedenker was, is dat zomaar gebeurd. Dan verklaar ik je voor gek. Nou kijken mensen naar jou en naar zichzelf en ze kijken naar je celletjes en naar je DNA. En dat is vele malen ingewikkelder dan die biemen. En nou zeggen ze in één keer, ja, maar dat is per ongeluk ontstaan. Dat is door verandering op verandering op verandering per ongeluk
verandering. Oh, dat werkte niet zo goed, doodspoor. Oh, maar daar was nog iemand, nog een cel bezig, die was aan het veranderen. En uiteindelijk kwam daar de mens uit. Nou, ik vraag me dan wel af, wie hou je dan voor de gek? Als je bij een gebouw staat te kijken en zegt, goh, wat een mooie ontwerper zeg. Wie heeft dat ontworpen? Wat prachtig. En vervolgens sta je in de spiegel te kijken en ja, dat is toch ook bijzonder dat dat zomaar uit een oersoep tevoorschijn is gekomen. Miljoenen jaren is gaan rondlopen en uiteindelijk ben ik hier. Knap zeg. Knap van wie? Nee, van Numan. Dat is gewoon zomaar spontaan gegaan. Nou, mij hou je er niet helemaal mee voor de gek. Ik ga er eentje door. Ingewikkelde dingen. Ik heb een heel simpel filmpje nu. En het gaat over een heel simpel apparaat. En toch werkt het niet. Jullie moeten maar eens even kijken. Als hij het doet. Isn't she? So basic that even a child prodigy can operate it. Just full lanyard A. Simple. Phoebe! Phoebe! Misschien toch niet zo simpel als dat mensen je willen doen geloven. Als je nou naar een lichaamcel kijkt, wat gebeurt er nou als zo'n celletje op hol slaat? Wat krijg je dan? Mensen gaan er dood aan, of heel vaak. Kanker? Als zo'n cel op hol slaat, dan heb je kans op kanker. Als een babytje groeit in de moederbuik en er gaat maar één dingetje mis. Nou ja, nee, dan moet het wel, niet bij alles, maar als er iets grondigs misgaat, dan groeit het babytje niet eens door. Alles moet precies goed werken om ervoor te zorgen dat leven mogelijk is. En als ze nou zeggen van, ja, maar dat celletje, dat is dus met hele kleine stapjes vanuit die oersoep iedere keer net een beetje veranderd. Ja, dat is wel heel ingewikkeld, want het moet op een gegeven moment wel. Het is zo complex, zo ingewikkeld zit het in elkaar, dat het in één keer goed moet werken, anders werkt het dus gewoon niet. En je ziet hem net met die katapult, ik heb het wel eens met een muizenval uitgeprobeerd. Als je het veertje uit de muizenval haalt, werkt hij niet. Als je de muizenval niet goed aanspant, werkt hij niet. Als je een onderdeeltje van die muizenval afhaalt, werkt hij niet. Het moet er allemaal op zitten om ervoor te zorgen dat hij werkt. En zo is het ook met jou. Jouw lichaamcellen, het moet allemaal in orde zijn, zodat het kan werken. Dat kan niet stapje voor stapje, net zoals die muizenval. Geen enkele nut om een muizenval neer te gaan zetten zonder veertje, want je vangt geen muis. Dus die muizenval heeft geen enkele nut. Het moet in één keer goed zijn voordat je hem neerzet. Zo is het met evolutie, denken ze dus van ja, die muizenval, eerst heb je dan zo'n klem. En na heel veel lange tijd begint hij af te buigen, bij wijze van spreken, en dat wordt dan een veertje. Ja, maar die tijd voordat dat veertje er was, had je dus niks aan die muizenval. Dus het is een heel onlogische gedachte. Nou, nu zeg ik geloof dus, nou gaan we even naar de Bijbel toe. Ik geloof dat de schepping ongeveer 4000 voor Christus plaatsvond. Dat is nu ongeveer 6000 jaar geleden. Als je dat zegt, schrikken heel veel mensen. Want de mensen zeggen dat de aarde is al 3,7 miljard jaar
miljard jaar oud. Dat is best veel miljard. En dan zeg ik, ja, maar ik geloof eigenlijk dat hij niet ouder is dan 6000 jaar. En dan zeggen ze, dat is toch grote onzin, man. Hoe weet je dat? Nou, er is ooit een meneer geweest en die heeft al die namenregisters, het Oude Testament, heeft hij opgeteld en gekeken van, oh, hoe lang leefde die en wanneer kreeg hij kinderen. En die kwam ongeveer op 4000 voor Christus, dus 6000 jaar geleden. Nou, wil ik daar best galant in zijn en zeggen voor 10.000, dat maakt me dan eigenlijk nog niet zo gek veel uit, want dat zijn maar een paar duizend jaar. Waar het mij om gaat, de aarde is, ik geloof dat de aarde veel minder oud is dan dat heel veel mensen hier doen geloven. En dat kunnen ze bijvoorbeeld ook zien in het heelal. Wie heeft er wel eens gehoord van nova's en supernova's? Dat zijn ontploffende sterren. Ja? En ik ga het even voorlezen. Volgens astronomische observaties zouden melkwegstelsels, zoals onze, wij zitten met onze aarde in een melkwegstelsel, ongeveer één supernova-explosie per 25 jaar moeten hebben. Dus ongeveer één ster die ontploft per 25 jaar. Nou, de gas- en de stofrestanten die zien, dat zijn dan, dat is die enorme nevel die je daar ziet. Ja? Ja. Maar per minuut of zo komt er toch wel een ster bij, zoiets? Dat zien we dus niet gebeuren. Dat zou haast wel moeten om zoveel sterren te krijgen. Maar dat zien we niet gebeuren. Maar er gaan wel sterren vanaf. Oké, dus dit is zo'n supernova. En die kunnen ze zien door grote telescopen. En ze hebben ongeveer berekend, in ons melkwegstelsel zou per 25 jaar in ieder geval eentje moeten ploffen. Nou gaan we even berekenen, want ze hebben maar 200 overblijfsels gezien. En ze zeggen, dit blijf je miljoenen jaren zien. En als ze er maar 200 vinden, even een rekensommetje, 1 per 25 jaar, dan komen we niet meer dan 5 à 6.000 jaar wat we aan tijd zien in de ruimte. Eigenlijk zouden er honderden en honderden van die nevels te zien moeten zijn, maar die zijn niet te zien. Dan zijn ze wel overal geweest. Nou ja, in ieder geval wat ze kunnen zien, daar hebben ze dus ongeveer een berekening van gemaakt, 1 per 25 jaar. Nou, als dat zo zou gebeuren, dan zou je er dus, als het heelal al een paar miljard jaar oud is, dan zou je dus meer van die nevels moeten zien dan 200. En ze komen niet verder dan 200 van die nevels. En als je dat dan uitrekent, dan zit je op een 5 à 6.000 jaar aan tijd. Dus de observaties zeggen ook dat de ruimte helemaal niet zo oud is als dat men denkt. En een andere leuke is, toen de Heere God de hemel en de aarde gemaakt was, deed hij daar nou eindeloos over? Of was het eigenlijk like that? Wat denken jullie? Wat staat er in de Bijbel? Doet het? Mooi, hè? En de Heer hoefde dat niet eens te doen, want hij zei het alleen maar. Ja, hij maakte er in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat eigenlijk, het leuke is, dat moet dus heel plotseling geweest zijn. Nou zijn er ook mensen die de Bijbel heel erg bestuderen, die zeggen ja, maar dat hoef je eigenlijk helemaal niet serieus te nemen. De aarde kan best miljarden jaren oud zijn, want de Bijbel is geen wetenschapsboek. En dat is waar. Als ik biologie ga studeren, ga ik niet de Bijbel lezen. Dan lees ik een biologieboek. Maar de Bijbel is wel een historisch boek, waar wel bepaalde geschiedenissen in opgeschreven staan. En ik geloof dat Genesis een echte geschiedenis is. En dat de Heere God dus alles heeft gemaakt in 6 dagen. En dat betekent dus dat de aarde er in een klap moest zijn. Nou is er een meneer geweest, Mr. Gentry. En die heeft dat eens onderzocht. En die kwam tot een leuke conclusie. Dat is meneer Gentry. Meneer Gentry die heeft graniet onderzocht. Graniet zijn enorme, kunnen enorme zware rotsblokken zijn. En men gelooft dat die er al van het begin af aan geweest zijn. Als de aarde nou heel langzaam ontstaan is, eerst een hele gloeiende bol, hè, van die explosie, dat klonterde samen. En dat was één grote vloeiende hete massa en dat koelde langzaam af. Dan zou je misschien ook wel graniet krijgen, maar er is iets bijzonders met het graniet. In het graniet ontdekt hij namelijk heel klein polonium halo's, noem je dat. Dat zijn hele kleine radioactieve deeltjes. En polonium halo's, jongens, dat is heel interessant. Die vervallen
heel snel in iets anders. Radioactiviteit heeft de gewoonte om uiteindelijk uit elkaar te vallen en iets anders te worden. En die polonium halo's, je hebt een paar soorten, maar de ene die valt al uit elkaar na 3 minuten. En je hebt er eentje die valt na 164 microseconden uit elkaar. Dat is minder dan een seconde. En je hebt er ook eentje die valt pas na 138 dagen uit elkaar. Maar je kunt je voorstellen, hij vindt ze, terwijl ze eigenlijk niet meer gevonden zouden moeten worden, omdat ze al vervallen moeten zijn in ander materiaal. En toch heeft hij deze halo's gevonden. Ze mochten er niet meer in aanwezig zijn, want volgens de mensen die geloven dat de aarde een gloeiende bol was, was dit één vloeiende massa. En je kunt je voorstellen, als dit spul in die vloeiende massa zit en het valt uit elkaar, dan waait het weg. Als ik nou hebben jullie wel eens een bruistablet gezien? Ja. Als je je gebit schoonmaakt, weet je, dan doe je je gebit in een bakje water, doe je een bruistablet bij, gaat het bruisen. Wat moet je nou doen om die belletjes van het bruistablet in één klap gevangen te maken? Ja. Een zakje erop geven. Nee, want dat bruisen dat gaat door, dus dat gaat boven dat water zitten uiteindelijk. Prikkelen. Die belletjes gaan uit het water uiteindelijk, toch? Ja. Ja. Wat moet je nou doen om die belletjes gevangen te nemen? Nee, want dan zitten die belletjes ook niet meer in het water als het water eruit is. Een laag maken waardoor ze niet omhoog kunnen. Er moet iets gebeuren met het water. Jij wel. Wat? Denk eens aan iets heel kouds. Wat zou er moeten gebeuren? IJs. Heel plotseling. Wat zou er moeten gebeuren met het water om die belletjes gevangen te nemen? IJzen. Het zou ontzettend snel moeten bevriezen. En dan zitten die belletjes allemaal gevangen. En dan heb je een ijsklomp met belletjes. Maar als ik dat water vloeibaar laat, dan heb ik na een tijdje heb ik die belletjes niet meer. En als het dan bevriest, dan zie je die belletjes niet meer in dat ijs zitten. Nou, met deze belletjes is dat net zo. Om ze gevangen te nemen, moet die steen in één keer heel hard geworden zijn. Is dat niet zo, dan zijn ze al lang al weg en dan vind je ze niet meer. Nou, deze meneer die heeft ze dus gevonden. Wat er dus op wijst dat die stenen heel plotseling ontstaan moeten zijn. In een paar microseconden misschien wel. Een ander leuke is, dat is, hebben jullie wel eens van koolstof 14 gehoord? Dat is ook alweer zo ingezet. Ook een soort radioactief deeltje. Koolstof 14 zit in alles een beetje. Als je doodgaat, als jij eet, dan komt dat in je lijf. Op een gegeven moment ga je dood en dan heel langzamerhand verdwijnt dat weer. En als je botten heel lang in de grond liggen, dan zou het eigenlijk langzaam moeten verdwijnen. Want dat deeltje, dat halveert ongeveer elke 5730 jaar. Dan wordt zo'n deeltje, die valt uit elkaar en dan wordt het wat anders. Dan wordt het anders en dan vind je het niet meer terug. Nou is de gangbare theorie die zegt dat diamanten zijn miljoenen jaren oud. Kool is zijn miljoenen jaren oud. Als nou daar C14 in zou zitten, dan zou het al lang op verdwenen moeten zijn na die miljoenen jaren. Dat zou niet meer te vinden moeten zijn. En toch vinden ze in diamanten en in kool, vinden ze koolstof 14. Wat erop wijst dat diamanten en kool niet heel oud kunnen zijn. In ieder geval geen miljoenen jaren oud. Dus als ik zeg van de Bijbel zegt dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is, dan zeggen mensen je bent gek. Dan zeg je maar hou eens even. We wijzen heel veel dingen op dat wat wij in de aarde vinden ook niet zo oud is. Ja. Dus bijvoorbeeld nu wordt iemand begraven en over 5730 jaar kijk ik nog een keer en dan is dit gewoon de helft is helemaal weg. Niet van zijn botten, maar van die koolstof 14. Ja, en op die manier kunnen ze dus redelijk bepalen hoe oud iets is. Dus als ze nou bijvoorbeeld bij opgraving in archeologie iets vinden, dan doen ze vaak een koolstof 14 datering. En dan zeggen ze van, hey, er zit ongeveer nog zoveel in. Ze denken, dit is ongeveer 2000 jaar, 3000 jaar oud. Zo kunnen ze dat ongeveer bepalen.
ervan uitgaande dat toen hetgeen stierf, hè, bijvoorbeeld een hond die 4000 jaar geleden stierf, ervan uitgaande dat toen net zoveel koolstof 14 in zijn lijfje kwam als dat wij dat nu zien. Want de aanname is ook nog dat ze zeggen van, wij krijgen nu, noem maar wat, 100 deeltjes koolstof 14 in een leven binnen. Het kan best wel wezen dat 4000 jaar geleden het dubbele in iemands lijf kwam. Dat weten we dus niet, dat zijn aannames. Maar op die manier kunnen ze redelijk bepalen hoe oud iets is. En ze zeggen dat ongeveer met deze manier kunnen ze het ongeveer iets dateren wat maximaal 50.000 jaar oud zou kunnen zijn. Dat is nog steeds te kort voor de evolutietheorie. Nou gaan we in mijn favoriete bezigheid. Nou gaan we in de filosofische argumenten. En dat vind ik het allerleukste. Want dat is namelijk altijd dat je hersenen gaan ontploffen. Dat is zo leuk. Filosofie. Philo betekent liefde en sophie betekent wijsheid. Liefde voor de wijsheid. En het begin van alle wijsheid is... Ja. Staat in de Bijbel. In Spreuken. Het begin van alle wijsheid is de vrezen des Heren, staat er. Het begin van alle wijsheid is ontzag voor God. Daar begint alle wijsheid. Nou, dan gaan we eens even kijken. Want er zijn namelijk ook hele mooie argumenten voor het bestaan van God. Filosofische argumenten. Niet alleen maar iets wat we in de natuur kunnen zien, maar ook wat we kunnen bedenken. Ja. Wil je? Ja, veel plezier. Als jullie nou allemaal eens even een bakje thee nog voor jezelf inschenken. Herkam aan argument. Jongens, dit is een argument die door een moslim gemaakt is. Dit argument vertelt niet dat de God van de Bijbel waar is. Dit argument vertelt dat er een hoger wezen moet zijn. En hoe vertel dit argument? Dat moet je opletten. Alles dat begint te bestaan, heeft een oorzaak voor zijn bestaan. Denk daar even over na. Alles dat begint te bestaan, heeft een oorzaak voor zijn bestaan. Wie van jullie is begonnen te bestaan? Ik. Is daar een, je hoeft me de oorzaak niet te vertellen. Je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Is er een oorzaak voor? Ja. Okay. Is de aarde ooit begonnen met bestaan? Ja. Pas wel. Is daar een oorzaak voor? Ja. De aarde is begonnen te bestaan. Is daar een oorzaak voor? Ja. De ruimte is begonnen te bestaan. Is daar een oorzaak voor? Ja. Daar moet dus een oorzaak voor zijn. Alles wat begint te bestaan moet een oorzaak hebben. Let op met alles dat begint te bestaan. Hè? Dus niet alles dat bestaat, nee, alles wat begint te bestaan. De tweede. Het universum, de ruimte, begon te bestaan. Het begon te ontstaan, dat is begonnen. Daar zijn de wetenschappers het over eens. De ruimte heeft ergens een begin. Het is ergens begonnen. Ja? Dus heeft de ruimte een oorzaak? Ja? Ja. Oké. Dus alles dat begint te bestaan heeft een oorzaak voor zijn bestaan. Het universum begon te ontstaan. Daarom heeft het universum een oorzaak voor zijn bestaan. Oké. Zijn we het zover met elkaar eens? Ja. Er moet dus een oorzaak gevonden worden. Nou hebben de mensen die niet in God geloven gezegd, dat is de oerknal. Was die logisch? Nee. Want er moet dus iets zijn wat daarbuiten bestaat. Wat zou dan de oorzaak kunnen zijn van de ruimte? Wat is de veroorzaker van de ruimte? Kan dat iets wezen dat zelf ook een oorzaak moet hebben? Want dan gaan we eindeloos door. Ik zeg dat het iets is dat buiten hetgeen wat hij gemaakt heeft staat. Dus net als die beamer, als ik die beamer maak, zit ik niet in die beamer, maar dan sta ik er buiten. Dus dit is een heel sterk argument
alles wat begint te bestaan, heeft een oorzaak. De aarde is begonnen te bestaan, dus de aarde heeft een oorzaak. En die oorzaak kan niet in iets liggen dat niet na kan denken. Oorzaak is niet door iets gebeurd wat er niet over na heeft gedacht. Er is iets geweest dat er over nadacht. Is dat ingewikkeld, dit argument? Maar het is filosofisch, hè? En dit was een meneer, deze meneer Al-Kindi Al-Ghazali en Averroes. Die hebben dit bedacht. En dat zijn moslims. Hebben ze daar nou mee aangetoond dat het Allah was? Of dat het Yahweh, de God van de Bijbel, was? Nee, ze hebben aangetoond dat er een veroorzaker moet zijn. En dat het dus dikke kans is dat er een God is. We hebben nog niet aangetoond welke God. Er kunnen dus twee oorzaken van het bestaan van het universum zijn. Een object, een ding. Kan een ding iets maken? Doelbewust. Kan een ding iets doelbewust maken? Nee. Dus het moet wel iets zijn wat nadenkt. Nou, een volgend argument. Het morele argument. Wie weet wat ik met moreel bedoel? Is het moreel goed om willekeurig iemand op de straat in elkaar te slaan? Is dat goed? Dat vinden wij moreel verwerpelijk. Dat vinden wij niet goed. Is het goed om zomaar ergens een bom te laten ontploffen? Dat vinden wij niet goed. Dat zijn morele verwerpelijke dingen. Moreel houdt dus in wat is goed, wat is fout. Nou zeg ik, als God niet bestaat, dan bestaat objectieve moraliteit ook niet. Objectief is iets wat je echt kan aantonen. Als God niet bestaat, dan bestaat er geen absolute goed en fout. Zeg ik. Maar, we zijn het allemaal mee eens dat sommige dingen absoluut fout zijn. Ja? Een onschuldig iemand zomaar neerslaan of doodmaken, dat vinden wij allemaal absoluut fout. Dat doe je niet. Waarom doen mensen dat dan wel? Dan hadden we het over Genesis, hè? De zonde van mensen zijn geneigd tot slechte dingen. Oké, dus nog een keer. Als God niet bestaat, dan bestaat er ook geen absoluut goed en fout. Maar we zijn het erover eens dat er wel absoluut goed en fout bestaat. Dus, God bestaat. Ja. Maar we voelen niet gewoon gedaan dat je geen slechte gedachten kan denken, maar alleen maar goed kan denken. Dat zou heel fijn geweest zijn. Als jij later een huwelijkspartner zoekt, dan denk ik, dan vermoed ik, ken je niet heel goed, maar dan vermoed ik dat jij een meisje wil die gewoon echt van jou houdt en zegt van, jou vind ik echt leuk, ik ga ervoor. Ja toch? Of zou jij het makkelijk vinden dat je van afstand zo met een afstandsbediening zegt, oh kijk, dat is wel een lekker ding. Zo, nu houdt ze altijd van me. Ze doet alles wat ik wil. Is dat leuk? Hey, maar is dat leuk? Nee. Echte liefde is vrij. Ja, echte liefde kent heel veel grenzen. Echte liefde is vrij om te beslissen. Echte liefde is vrij om te beslissen. God wilde een echte relatie met de mensen hebben. Dus de mensen moesten vrij zijn om voor hem te kiezen of niet. Hij had het ook anders kunnen maken inderdaad. Maar dan zijn de mensen niet meer vrij. Dan spreken we niet meer over echte liefde. Dan spreken we over opgedrongen liefde. Dus dan dwing ik je om... Ja. Wat is de reden van Gods bestaan? De reden van Gods bestaan? Dat is een heel ingewikkelde vraag, hè? Ja. Nou, waarom denk jij dat de reden van God is? Dat weet ik niet. Nee. God bestaat gewoon. Ik zal het ook echt niet weten. Ik zal het niet weten waarom God bestaat, maar hij bestaat dus gewoon. En daar zullen we rekening mee moeten houden. Ja, maar mijn vraag is, waarom hebben we allemaal naam van God, maar dan komen ze wel allemaal bij elkaar, één God. Wacht even, gaan we straks verder. Maar eens even deze verder. Oh, wacht. Die meneer hoef ik nog even niet. Ja. Oké, goed. Eventjes heel moeilijk nadenken. Als ik zeg God bestaat, dan heeft God ook bepaald wat goed en fout is. Niet altijd alles is even simpel. Wat doe je bijvoorbeeld in een situatie van oorlog?
Maar over het algemeen zijn wij het met elkaar eens dat het niet goed is om mensen te vermoorden. Daar is iedereen eigenlijk wel over eens. Er is dus goed en er is fout. Als je nou niet gelooft dat er iemand is die bepaalt wat goed en fout is, wie bepaalt dan wat goed en fout is? Heel goed, de mens zelf. En daar hebben wij een voorbeeldje van gezien in de jaren 40, 1939 tot 1945. Er was iemand die bepaalde wat hij goed vond. En het volk, niet iedereen hoor, gelukkig, maar heel veel mensen trapten erin en ze zeiden: het is goed dat wij als Duitsers meer ruimte krijgen. En het is goed om die mensen daar, die wij minder vinden, dood te laten gaan of dood te maken. De mensen bepaalden toen zelf wat goed en fout was. En toen kreeg je dus zo'n situatie waarvan ik als christen zou zeggen: nee, dat was gewoon fout. Maar waarvan zij zeggen: waarom? Dat vinden wij toch met z'n allen goed? In ene wordt goed en fout iets wat kan wisselen. Het hangt af, wat heb ik daar geschreven, hangt van de situatie af. Dus misschien vind ik het wel goed dat als ik eigenlijk het huis van de buurman ook wil hebben. Ja, dan kan ik het natuurlijk van hem kopen, maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon bedriegen. Hè, en door hem een of ander formulier te laten ondertekenen, een hele slinkse manier, zodat ik dat huis van hem steel eigenlijk. Is dat fout? Dat is fout. Ja, maar ja, ik vond dat eigenlijk wel goed, want nou heb ik meer ruimte voor mijn kinderen. Dus dan hangt het er dus heel erg van af wat wij goed en fout vinden. Dan krijg je hele rare situaties, ja. Het is misschien niet goed, maar je moet eigenlijk gewoon beter lezen. Wat zegt u? Het is niet goed, maar je moet het eigenlijk gewoon beter lezen wat erop staat. Ja, ja, ja. Elk voorbeeld gaat vaak mank, dat ben ik met je eens. Maar ik zou dat soort dingen niet zomaar durven, want ik weet dat er iemand is die bepaalt wat goed en fout is. Hoe weet je in een land wat goed en fout is? Omdat er wetten geschreven zijn in een land. Wie bepaalt de ultieme wetten? De wetten van de wereld, niet de mens. Het is God die bepaalt wat goed en fout is. En daar zal iedereen dus rekening mee moeten houden. Dat is een moreel argument voor God. Als ik tegen mensen, en dan kan je het nog sterker maken, als ik tegen iemand zeg, is iemand verkracht te goed? Dan zegt bijna iedereen, nee, dat is slecht. Oh, dus jij bent het met me eens dat wij dat met z'n allen slecht vinden? Ja, dat vinden wij allemaal verwerpelijk, dat is fout. Oh, maar wie zegt dat dan? Ja, dat zeggen wij hier als mens. Ja, maar als ik dat nou helemaal niet erg vind. Ja. Nee, maar dat vinden wij met grote groep vinden wij dat niet goed. Ja, maar interesseert mij dat nou? Wie zegt dat? Dat het niet goed is. Wie bepaalt dat? Ja, wij als mensen. Nee, ik zeg, nee. De Heere God, die bepaalt wat goed en fout is. En dan heb je dus altijd een absoluut uitgangspunt. Nou, deze meneer, die zegt bijvoorbeeld, het klopt. Deze meneer die gelooft niet in God. En deze, hij heet Dawkins, komt uit Engeland, praat heel mooi Brits. En die meneer die schrijft boeken tegen God, zeg maar, tegen gelovig. En die zegt, het klopt. Als de wereld, als God niet bestaat, dan is de wereld eigenlijk niets anders dan blinde en onvergevelijke onverschilligheid. Zonder God, eigenlijk, ultiem, kan het niemand eigenlijk wat schelen, want iedereen bepaalt zelf al wat goed is. En iedereen is een beetje onverschillig. En dat hoor je dus bij ons in de samenleving ook heel vaak, hè? Over hele moeilijke beslissingen, over abortus bijvoorbeeld. Als je dan aan mensen vraagt van, ja, wat vind jij daar nou van? Dan zeggen heel veel mensen, ja, ik vind het helemaal niet goed. Maar ja, ja, als die mensen nou, ja, die hebben het dan heel moeilijk. En ja, nou, dat moeten ze natuurlijk zelf bepalen. Huh? Oké, dan ga ik het eventjes doortrekken. Nou zie ik daar een heel klein peutertje lopen, van een jaar of twee. En dan zeg ik tegen die mensen, en als ik die nou doodmaak? Nee, dat is fout! En dat vindt iedereen fout! Ja, maar waarom? Omdat dat fout is! Oh, maar waarom is het doodmaken van een baby in een moeders buik, waar het eigenlijk heel veilig hoort te zitten, waarom is dat dan niet fout? Ja, dat is iedereen zijn eigen keuze. Zie je dat het heel scheef is? Om mensen te zeggen dat ze de vrijheid hebben om zelf te beslissen wat goed en fout is, dan kom je tot hele rare situaties. En deze meneer geeft dat toe. Hij zegt,
En hij zegt, het is eigenlijk fout ook om te zeggen dat God bepaalt wat goed en fout is. Ik hou daar niet van, zegt hij. En ondertussen zegt hij, de God van het Oude Testament is wat de meest onaangename personage uit de fictieliteratuur. Het is een kwaadaardige pestkop, zegt hij. Zegt hij over God. En dan zeg ik, waarom is God kwaadaardig dan? Waarom vind je dat dan? Nou, dat vind ik gewoon. Ja, maar wie zegt dat dan? Wie bepaalt dan wat goed en fout is? Want hij heeft net gezegd dat niemand bepaalt wat goed en fout is. Dat bepalen wij mensen. Dus hoe kan hij nou zeggen dat God fout is dan? Want hoe weet hij dat nou? Wie heeft dat bepaald dan? Hij spreekt zich dus zelf tegen. Nou goed. Het morele argument valt of staat dus met... Als je zegt van ik ga het vanuit de Bijbel zeggen, dan hebben we gewoon goed en slecht. En ik geef toe, het is niet altijd zo eenvoudig. Maar als je dus niet in de Bijbel, als je niet in God wil geloven... Dan heb je dus te maken met goed, slecht en het hangt van de situatie af. Dus het ene moment kan het helemaal geen kwaad om iemand dood te maken. Want overmacht. En het andere moment zeg je, ja, dat is fout. En als ik dan zeg, wie zegt dat dan? Ja, dat zeggen wij. Nou, denken jullie nou dat... deze is leuk. Oké. Als ik nou een mitrailleur pak... En ik begin gewoon in de ronde te schieten. Is dat goed of fout? Even eerlijk antwoord, goed of fout? Fout, hè? Ja, of niet. Ja. Oké, dat vinden wij als mensen, hè? Stel je nou eens voor dat wij dat niet absoluut vinden. Wat voor situatie krijg je dan? Wat er ook wel weer. Hey, nee. Yo, bij toch van die wel een bij. Hey, boekoe. No. Kom dan hoor. Doe we even. Kom maar even. Oké, die aap, hè? Deed die aap iets verkeerd? Nee. Ja. Want met wie moet die aap nou rekening houden? Als wij dat gedaan zouden hebben, dan zouden we zeggen, dat is verkeerd. Je had wel iemand dood kunnen schieten, ben je goed bij je hoofd. Maar die aap, die houdt helemaal geen rekening met God. Voor die aap is er geen goed of fout. Die doet gewoon maar wat. Nemen we die aap kwalijk? Nou, waarschijnlijk zullen ze hem na afloop misschien wel hebben opgegeten, weet jij veel. Maar we kunnen die aap toch niet kwalijk nemen, want die heeft helemaal geen kennis van Gods woord. En als je dus niet met Gods woord rekening houdt, dan is dit soort dingen eigenlijk helemaal niet erg. Nou, het laatste. Waarom de God van de Bijbel? Dat had ik beloofd. Dan gaan we daarvoor eerst naar de Koran kijken. De Koran is het heilige boek van de islam. En de Koran zegt een paar dingen over de Bijbel. Dat is interessant. De Koran zegt bijvoorbeeld, hij, Heere God, heeft de Torah, dat is het oude deel van de Bijbel, en het evangelie, heeft hij naar de mensen toegezonden. De Koran zegt ook, de Torah, dus de oude boeken van Mozes, waarin rechte leiding en licht is. Dus die zijn goed om te onderwijzen. Daar zit geen valse leer in. Hij zegt ook, en wij hebben Jezus het evangelie gegeven. Wij, de Heere God. Oké? Hij zegt ook, er is er geen één die de woorden van God kan veranderen. Dat zegt de Koran allemaal. De Koran zegt, er is er geen één die de woorden van God kan veranderen. Onthoud dat. Kan iemand Gods woorden veranderen? Nee, zegt de Koran. Absoluut onmogelijk. Daarom zeggen de moslims nu nog steeds dat de Koran... absoluut het woord van God is, want het is onveranderd. Zelfs de vertalingen, daar willen ze dan nog wel wat aan afdoen. Zelfs de vertalingen, daarvan zeggen ze nog van nee, dat is Gods woord. Dan gaan we naar het volgende stukje uit de Koran. Maar, zegt de Koran, zij, de Joden, hebben Jezus niet gedood. En ze hebben Jezus niet gekruisigd. Nee, het werd hun gesuggereerd. Ze werden voor de gek gehouden, zeggen ze. Nee, ze hebben hem echt niet gedood. Dat zegt de Koran in ene. Maar wat zegt de Bijbel nou? Volgens een moslim is de Bijbel dus door mensen veranderd. Maar wat zei de Koran?
geen is er die de woorden van God kan veranderen. Dus de Bijbel, de Koran spreekt zich, dit is maar één voorbeeld, maar de Koran spreekt zich geregeld zichzelf tegen. En dat is een best wel interessante discussie. Moet je alleen aangaan als je echt weet waar je het over hebt met moslims. Maar op zich is dat de Koran is een boek dat eigenlijk, die zegt eigenlijk de Bijbel is een prima boek. En Gods woorden kunnen nooit veranderen. Maar de Bijbel die jullie als christenen nu hebben, die is toch veranderd. Lastig. Dus dan ga ik naar de Bijbel. Naar de Bijbel, de God van de Bijbel. Ik zeg dat bijvoorbeeld de God van de Bijbel is maximaal. Onze God is almachtig. Er is geen groter wezen dan onze God. Maar in de Koran kan dat dus niet. Want een voorbeeld, de God die in de Koran beschreven wordt, kan niet maximaal lief hebben. Allah, zijn liefde, heb je alleen onder voorwaarde dat je hem, hier staat het, hier staat, indien gij Allah lief hebt, volg mij, Allah zal u lief hebben. Dus Allah kan alleen lief hebben als wij hem lief hebben. Maar wat zegt de Bijbel? Want God had de wereld al zo lief, nog voordat wij hem lief hadden, had God de mensen al zo lief dat hij zijn eigen zoon gestuurd had. God had ons al lief. Dat was niet afhankelijk van hoe wij waren. Want nog zelf dat wij in zonde leefden, had God ons al lief. En stuurde hij zijn eigen zoon. Terwijl de Koran zegt, nee, Allah, die kan alleen lief hebben als jullie hem lief hebben. Dus we moeten eerst Allah lief hebben. En dan pas kan Allah ons lief hebben. Terwijl God zegt, nee, bij mij is het andersom. Ik heb jullie lief. En omdat ik jullie dat laat zien, dan pas kunnen jullie mij lief hebben. Omdat jullie me dan pas leren kennen. Gods liefde gaat veel verder. Even kijken waar we zijn. Volgende dia. Hier nou eens zien. Zo. Ja, het hindoeïsme bijvoorbeeld, zeggen ze. Ja, waarom is dat dan niet waar? Nou, het hindoeïsme heeft 330 miljoen goden. Nou ja, dan moet je al kijken welk ga ik pikken, eruit pikken. Maar welk van die 330 is dan de grootste en welk is dan de eeuwige? Er kan er maar één de grootste en één de eeuwige zijn, toch? Want als er twee eeuwigen en de grootste zijn, dan heb je geen één grootste. Dus er kan er maar één de grootste zijn. Anders heb je twee gelijke. En dat is een beetje lastig. En ze geloven ook dat de ruimte niet ooit is ontstaan. Nee hoor, er was een ruimte en die hield op te bestaan en daaruit kwam weer een nieuwe ruimte en er kwam weer een nieuwe ruimte. Het ging maar eindeloos door. Dus de ruimte is volgens hindoeïsme eeuwig. Maar er was maar één eeuwige en dat was God. En als er dan ook nog een ruimte is die eeuwig is, dan heb je dus twee eeuwigen en dan gaat het allemaal tegen elkaar in. Er is in het hindoeïsme, daar hebben we weer geen absolute moraliteit. En dat is ook logisch, want al die 330 miljoen goden willen weer wat anders. Er is geen absoluut goede fout. Het boeddhisme, die zegt zelfs, er is geen God. En die geloven in een energie. Nou, een energie, ik bedoel, de kachel die straalt warmte af. Jullie zijn het met me eens dat die warmte, die heeft geen persoonlijkheid. Die kan niet denken van, ik wil even met jou lekker kopje thee drinken. Ze geloven in energie. En energie is niet persoonlijk. En kan dus ook niet iets zomaar maken. Maar als je dus naar de God van de Bijbel kijkt, die is wel persoonlijk. Die wil een relatie hebben met de mensen, staat in de Bijbel. Hij kan maximaal lief hebben, want hij had ons eerst lief. En daarna konden wij hem pas lief hebben. Hij is goed, hij is machtig. Dus al die anderen, ja, mag hem van mij niet geloven, maar ik vind het zonde van je tijd. Nou, tot zover. Ik wil de volgende keer eens met jullie nadenken over de zonvloed. Misschien is dat een heel interessant idee, want jullie denken misschien wel aan een heel klein akje waar een paar giraffennekken uitsteken. Maar er is heel veel te vertellen over de zondvloed. Ja? En in de tussentijd kunnen jullie eens een keer, als jullie dat willen, een keer naar mijn website gaan. Daar staan nog veel meer van dit soort. Nu heb ik heel veel verteld in een uur tijd. Nee, we hadden de pauze. In een uurtijd heb ik heel veel verteld. Maar op mijn website staat nog veel meer informatie. Het is op je rust, op je gemak in na kan lezen. Dit soort presentaties staan ook op mijn website.
Dus je denkt van, ik snap het toch niet helemaal, kan je nog eens een keer na gaan kijken.